Dankjewel voor dit grote applaus. En terwijl ik nog niks heb gezegd, notabene. Hartelijk welkom, dames en heren. Ik zal mij van de pointer gaan bedienen bij, als je het doet, Tom. Right. Bij deze, ja, zeg maar, openbare les gewijd aan de geschiedenis van het straffen in het kader van de maand van de geschiedenis. Ik vind het fijn om voor zo'n select publiek te mogen optreden. Normaal gesproken sta ik in het eerste semester voor zo'n zaal van 400 eerstejaarsstudenten, van wie er hooguit 10% geschiedenis leuk vinden. En de anderen, die moet je ervoor zorgen dat die geschiedenis leuk gaan vinden. En dan zit je meestal met de geschiedenis van het straffen, zit je meestal wel goed. Ik heb een uur de tijd om u iets over die geschiedenis te vertellen. Dus ik moet tamelijk snel door de stof heen gaan. Ik kan niet bij allerlei fijne nuances stilstaan. Maar ik moet me echt beperken tot de hoofdlijnen. Anders staan we hier morgen, denk ik, nog. De geschiedenis van straffen, de geschiedenis van het strafrecht. Iedereen heeft, denk ik, wel zo'n beetje door hoe heden ten dagen het strafrecht in elkaar zit. Daar hoef je heus geen jurist voor te zijn. Je hoeft maar in de krant te lezen hoe het is met het strafrecht van heden ten dagen. Stel, ik stort mij op een van u om die persoon te mishandelen. Ik ga dat niet doen, want we hebben maar een uur. Hè? Dus daar gaat een beetje veel tijd in zitten. Maar stel, ik stort mij op een van u en ik mishandel die persoon. Ja, dan treedt het strafrecht in werking. Die persoon kan dan aangifte gaan doen bij de overheid. En dan treedt het strafrecht in werking. Het OM begint dan een strafrechtelijke vervolging tegen mij en ik krijg dan waarschijnlijk een taakstraf. En degene die dan schade heeft opgelopen door mijn woeste aanval, die kan dan ook nog een schadeprocedure instellen voor de burgerlijke rechter. Nou, dat is heden ten dagen is dat zo'n algemeen concept. Maar dat heeft heel lang geduurd eer dat dit eigenlijk van de grond is gekomen. Er zijn vele eeuwen overheen gegaan eer dat de overheid, zeg maar, het strafrecht volledig aan zich had getrokken. Aanvankelijk kwam de overheid maar heel gering bij het strafrecht voor. Die had hooguit een wat regelende, een wat sturende rol. Als je kijkt, ik moet af en toe van de organisatie een Eureka-moment inlossen. Als er iets opmerkelijks is gebeurd, als er iets is gebeurd, dat duidt op enige vooruitgang of enige unieke gedachte binnen de geschiedenis. Nou, als je kijkt naar een archaïsch rechtsstelsel, een vroeg rechtsstelsel, en eigenlijk ligt aan elk modern rechtsstelsel, ligt zo'n vroeg rechtsstelsel ten grondslag. Als je daarnaar kijkt en de rechtsorde wordt verstoord, er vindt een optreden plaats dat de openbare orde verstoort, dan is het niet zo dat meteen er een overheid is die in actie komt. Er zijn maar heel weinig publieke acties die uitgaan van de overheid, voor zover er een overheid is, überhaupt. Het zijn vooral als er iets gebeurt, en dan moet je gewoon denken aan moord en doodslag en verkrachting en diefstal. Als er zoiets gebeurt, dan zijn er vooral private acties. Dan zijn het private acties van de slachtoffer, van de clan, van de familie van de slachtoffer. Die komen in actie. En het is niet zo dat die acties van zo'n private partij, die actie onderneemt jegens de dader, dat schadevergoedingsacties zijn, dat het zo'n slachtoffer bedoeld is om zijn schade vergoed te krijgen. Nee, die acties die zo'n private partij instelt, zijn vooral gericht op vergelding. Vergelding van het onrecht dat hem is aangedaan. En maar heel geleidelijk, en dat is een proces van vele eeuwen geweest, zie je dat de overheid langzaam maar zeker greep krijgt op het strafrecht en dat strafrecht aan zich trekt. En dan krijg je de publieke acties ter bestraffing van het aangerichte onrecht. In handen van de overheid en zie je dat de private partij die slachtoffer is geworden, die kan alleen nog opkomen voor geleden schade. Maar aanvankelijk is het dus puur privaat. Private actie van het slachtoffer en zijn clan,
tegen de clan van de dader. En die moet hij aanvankelijk ook heel ruig zien. Die staan aanvankelijk, staan die acties puur in het teken van de vergelding, van de wraakneming. He, jou is iets aangedaan, dus ga jij nu iets terugdoen bij de partij die dat heeft aangedaan. Het liefst neem je natuurlijk de dader zelf te pakken, maar als die zich uit de voeten heeft gemaakt, dan is er altijd wel een wat slechter ter been zijnd familielid. Ja, en dan neem je daar wraak op. En je ziet dan, en dat is een eerste Eureka-moment, ik denk, laat ik maar vroeg in de lezing ook alvast een Eureka-moment inlossen. Je ziet dat de overheid, als die dan toch wat greep begint te krijgen op die hele wraakneming, op die hele private vergelding, zie je dat die wraakneming steeds verder wordt teruggedrongen en uiteindelijk wordt verboden en dat het de partijen gedwongen worden om ja, dat wraakrecht af te laten kopen. He, om te komen tot een verzoening, tot een soort afkoopsomme van het oorspronkelijke wraakrecht. En als je kijkt naar vroege strafwetten die hier hebben gegolden, dan vind je dat heel mooi, vind je die sommen vind je terug, die composities vind je terug. Ik heb hier een voorbeeld voor u genomen uit de Lex Ribuaria. De Ribuariërs, dat was een volk van de Franken, die zo in 620 hebben die hun rechtsregels op schrift gesteld. En daar vind je afkoopsommen terug. En zelfs voor zware delicten zoals een doodslag. Daar staat, als een Ribuariër een andere Ribuariër heeft gedood, wordt hij voor 200 schellingen als schuldig aangemerkt. En dan is die de partij van het slachtoffer is in een vete met de partij van de dader. En dat kan alleen maar goed worden getrokken als de dader en zijn familie 200 schellingen betaalt aan het slachtoffer. Het kan ook zijn dat zo'n Ribuariër een andere Germaan doodslaat. Hè? Een Alleman, een Fries, een Beier of een Saks. Dan is dat toch iets minder waard. Hè? Het eigen volk is het meeste waard. Hè? Aan discriminatie en zo, die begrippen, die kende men in die tijd nog niet. Dus als een Ribuariër zo'n andere doodsloeg, dan was hij 160 schellingen was hij kwijt. Let u op het woord wat ik hier heb ondertekend, of de woorden, als schuldig. Dus stel, ik ben Ribuariër en ik sla een andere Ribuariër dood, dan geldt dat ik als schuldig terecht sta. De familie van het slachtoffer kan mij dan voor de rechter dagen en ik moet dan, ik sta daar als schuldig aangemerkt, ik moet dan mijn onschuld bewijzen. Dat staat haaks op het strafrecht van tegenwoordig. Tegenwoordig geldt iemand voor onschuldig tot zijn schuld komt vast te staan. Toen was het zo dat jij voor de rechter werd gedaagd en dat jij als schuldig gold. En dat jij dan maar jouw onschuld moest bewijzen. Het is ook zo, als u zich afvraagt, wat deden die Alemannen, Friese, Beieren en Saksen daar nou allemaal? Het was niet zo dat die allemaal te gast waren bij de Ribuariërs. Maar het was zo dat als een Ribuariër bijvoorbeeld een Aleman doodsloeg op het grondgebied van die Alemannen, dat hij dan toch naar zijn eigen recht werd berecht. Het recht volgde zo'n stamlid waar hij zich ook bevond. Dus het was niet dat het territoriale recht gold. Als hij iemand bijvoorbeeld op het gebied van de Saksen doodsloeg, dat dan Saksisch recht gold. Nee, dat gold gewoon zijn eigen recht. Dat nam hij met zich mee. Maar hij moest dan wel bewijzen dus dat hij onschuldig was als hij terecht stond. En dan heel aardig, dan gaat die wet nog even door. Hij gaat nu wel heel snel door. Als een Ribuariër een diaken heeft gedood, 300 schellingen. Als hij een vrijgeboren priester heeft gedood, 600 schellingen. En bij een bisschop zelfs 900 schellingen. Dan moest je bijna een tweede hypotheek op je hut nemen als je dat deed. Heeft u enig idee wat die geestelijken in de wet deden? Ik heb tijdens mijn college altijd de nare gewoonte om vragen te stellen. Vandaar dat altijd de eerste rijen leeg blijven. Heeft u enig idee wat die
geestelijk in de wet deden. Nee, het was een Germaanse wet. Ja, nou, op dat moment nog niet hoor. Het katholicisme, de christendom, dat krijgt zo voet aan de grond vanaf 500. Dus daar is de kerk nog niet heel sterk vertegenwoordigd. Huh? Nee, nee, nee. Het heeft hiermee te maken, de geestelijke, dat waren degenen die konden schrijven. Ons woord klerk komt van klerus, klericus. Iemand die tot de geestelijkheid behoort. En het zijn de geestelijken die deze wetten hebben opgesteld. En juist omdat ze voet aan de grond kregen, hebben ze extra bepalingen ingelast die hun eigen positie veilig moesten stellen. Dat heeft hiermee te maken. En let u op het woord beboet. Dat geeft heel duidelijk aan dat het hier niet om schadevergoeding gaat. Als jij een priester doodslaat, dan betaal je geen 600 schellingen aan schadevergoeding. Maar dat is die afkoopsom. Het is eigenlijk meer de sfeer van een geldboete. Een geldboete die jij moest betalen aan het slachtoffer of de familie van het slachtoffer. Degene die eerst wraak had mogen nemen. Dus die feitelijke vergelding is niet meer mogelijk. En dan is er sprake van een financiële vergelding. Nou, dit is eigenlijk het eerste rechtssysteem wat we hebben gehad ter zake van het merendeel van delicten. Denkt u aan doodslag, aan verwondingen, aan diefstal. Dat werd allemaal op deze manier afgedaan. We bevinden ons, die Lex Ribuaria is 620. Dan zie je dus dat het vooral een private aangelegenheid was. Maar nou kan het bijvoorbeeld zijn dat ik ja, zeg maar uw halve familie doodsla. En in de meeste gevallen zult u dat niet zo leuk vinden. En dat u dan denkt, ja, verzoenen met broers. Ik heb helemaal geen zin om me met hem te verzoenen. Of het kon gewoon zijn dat ik onvoldoende geld had om al die boetebedragen te betalen. Dus voor allerlei gevallen waarin de dader, zeg maar, onvoldoende geld had, of waarin het slachtoffer helemaal geen zin had om zich met de dader te verzoenen, komt er een vervolgingsmodule op. Komt de mogelijkheid op voor de geledeerde partij om echt strafrechtelijk, anders dan door middel van geldboetes, tegen de dader op te treden. En dan zijn wij intussen al zo rond 800 aanbeland, 800, 900 in de vroege middeleeuwen. Dan komt er een echt strafproces op. Een strafproces dat wij kennen als de accusatorenprocedure. En voor de Latinisten onder ons, zijn er Latinisten in de zaal? U hoeft zich niet te schamen, ja, u? Oké, voor de Latinisten onder ons, dat komt van accusare en dat betekent beschuldigen. Voor de niet-Latinisten trouwens ook. Het gaat om een beschuldiging. En wie uit die beschuldiging? Dat doet het slachtoffer. Het slachtoffer dat geen zin heeft, zeg maar, om zich met de dader te verzoenen, omdat de dader geen geld heeft, of omdat het feit gewoon veel te ernstig is om te worden verzoend, die kan dan in plaats van zo'n verzoeningsprocedure echt een strafprocedure opstarten. En dat is ook een belangrijk kenmerk van deze procedure, is dat het hier gaat om een private vervolging. Er is niet zoiets als een officier van justitie of zo die die vervolging op zich neemt. Nee, het slachtoffer zelf, of als die dat niet meer kan omdat hij doodgeslagen is, een familielid die vervolgt. En die treedt als ja, bijna gelijkwaardige procespartij op tegen degene die die aanklaagt, de vermeende dader. En tussen dat slachtoffer en die vermeende dader, tussen de klager en de aangeklaagde, ontspint zich dan een juridische rechtsstrijd. Een juridische rechtsstrijd die ze beide op voet van gelijkheid gaan voeren. En de rechter, en daar heb je het nou, de rechter die neemt eigenlijk nauwelijks deel aan die hele rechtsstrijd. De strafrechter, zeg maar, die zal nauwelijks deelnemen aan die rechtsstrijd. Die laat die rechtsstrijd voeren door die twee partijen die bij dat delict betrokken zijn. En het enige wat de rechter doet, is dan kijken of er wel op juiste manier wordt geprocedeerd. Die waakt over de procesorde. En zijn meest directe rol is dat hij vaststelt welke partij
wat moet gaan bewijzen. Waar ligt de bewijslast? Moet de klager bewijzen of moet de aangeklaagde bewijzen dat hij onschuldig is? En dan hoeft hij tenslotte alleen, hoeft hij ook nog maar de uitkomst van de bewijsvoering vast te stellen. Een officiële uitkomst van, nou, het bewijs wijst die kant op, dus die zal wel gelijk hebben. Maar hij zal niet overgaan tot ondervragingen van de dader, ondervragingen van het slachtoffer, het oproepen van getuigen, dat allemaal niet. Die hele bewijsvoering waarvan hij dan zegt, ja, bijvoorbeeld de klager moet bewijzen of de aangeklaagde moet bewijzen, die is zeer formalistisch van aard. In feite net ook als bij die verzoeningsprocedure. Het is een zeer formalistische aangelegenheid. Wat geldt als bewijs in zo'n vroege rechtsorde? Als bewijs geldt vooral datgene wat je kunt zien, datgene wat je kunt horen, waar je rechtstreeks op af kunt gaan. De waarneembare tekenen van een bewijs. Bijvoorbeeld de proceseed. Als ik iemand aanklaag, moet ik mijn hand leggen op een heilig voorwerp. Bijvoorbeeld de reliquie of op de Bijbel. En dan moest ik een bepaalde formule uitspreken. Zo van, ik zweer bij de heilige die en die, en de heilige die en die, en de nog heiligere die en die, dat hij mij dat heeft aangedaan. En de tegenpartij moest op dezelfde manier een onschuldseis afleggen. En als je dan bijvoorbeeld de verkeerde heilige noemde, of je begon te stotteren of je hand begon te trillen, dan was het toch al een teken dat jij het gelijk niet aan jouw kant had. En daar klinkt een sterk theocentrisch begrip in door. Hè? Dat God alles ziet en dat God wel laat zien wie gelijk heeft. En dat blijkt ook nog bij bijvoorbeeld de eethelpers. De eethelpers zijn mensen, dat zijn geen getuigen. Maar dat zijn mensen uit je eigen clan die bereid zijn een ondersteunende eed af te leggen. Hè, bijvoorbeeld, ik klaag iemand aan met een bepaalde formule en die eethelpers leggen allemaal ook een eed af op mijn geloofwaardigheid. Van jouw broers is een eerlijke persoon, een betrouwbare persoon, is al diverse keren beste docent geworden, dus die zal wel gelijk hebben. En dan kon de tegenpartij dan precies hetzelfde doen. Nou, als het dan een beetje gelijk spel was, iedereen had evenveel eethelpers, dan kon er een godsoordeel worden bevolen. En dat is natuurlijk het ultieme bewijsmiddel, dat je rechtstreeks doorschakelt naar de hoogste rechter door middel van een proef. En de uitkomst van die proef liet dan zien, werd geacht het oordeel van God in te houden welke partij gelijk had. En u ziet hier op deze stemmige afbeelding, ziet u zo'n bewijsproef, zo'n godsoordeel. Dat was een zogeheten ketelproef. Dan nam er een ketel met kokend water. En op de onderkant van die ketel, daar lagen dan wat stenen. En dan werd degene die de proef moest ondergaan, werd uitgenodigd zijn mouwen op te stropen en die stenen eruit te halen. Nou, als jij dan zoiets had van, ah, heet. Ja, was het een slecht teken. Als jij vervolgens dacht, nou ja, vooruit dan maar, daar gaan we dan. God zegende de greep en jij haalde die stenen eruit, wilde dat niet zeggen dat jij gelijk had. Dan keek men naar de brandblaren. Dan keek men of die brandblaren wel een beetje netjes genazen. En als dat zo was, dan had je gelijk. Als die brandblaren niet netjes genazen, dan had je ongelijk. Dus men gaat heel sterk af op dit soort rituelen, waarneembare uitkomsten van proeven. En men denkt dat daar dan het oordeel in besloten ligt van de hoogste macht, die dan wel aanwijst op deze manier wie gelijk heeft. Dat is in feite een eerste vorm van strafproces, die net als die verzoeningsprocedure twee belangrijke kenmerken heeft. Namelijk, het is privaat, het slachtoffer vervolgt en het is zeer, ja, voor een modern jurist zeer irrationeel, afhankelijk van allerlei rituelen en gebaren en formules. En dat is nou ook juist zijn dat de grote bezwaren in die tijd voor deze procedure. Want namelijk, wat waren de bezwaren? Dat jij als
slachtoffer moest je een klacht indienen. Anders kreeg het recht zijn beloop niet. Dus een hoop delicten die werden niet vervolgd, omdat het slachtoffer daar geen zin in had om zo'n vervolging op te starten. Omdat ook het slachtoffer als klager wel eens een godsoordeel kon ondergaan. Dus heel vaak bleef een delict, zeker de wat minder ernstige delicten, bleef onvervolgd. Omdat het slachtoffer gewoon niet overging tot accusare. En ging je daartoe wel over, dan had je kans, gelet op dat vreemde bewijsvoering, dat toch het de balans niet in zijn voordeel doorsloeg. Dat dan nog het delict niet bestraft werd, omdat puur de brandwonden niet genoeg genazen. Dus dat betekende dat een hoop delicten gewoon niet of niet goed vervolgd werden. En daar komt dan ook verandering in. Daar komt verandering in omdat de overheden, naarmate ze toch meer greep krijgen op de hele rechtspleging, dat de overheden zoiets krijgen van ja, eigenlijk is het veel beter als wij zelf gaan vervolgen. Als we dat niet overlaten of het slachtoffer wel een klacht indient of niet. Nee, wij moeten voortaan zelf gaan vervolgen. En dan wordt ook de tijdsgeest wordt wat minder theocentrisch, wordt wat rationalistischer. Men begint toch vraagtekens te zetten bij hoe het genezingsproces van brandblaren, hoe dat nou bepalend kan zijn voor iemands schuld of onschuld. En dan komt er een nieuw proces op. En dat is het inquisitorenstrafproces. Dat komt zo op rond 1200 in de late middeleeuwen. Een inquisitorenstrafproces komt van inquirere en dat betekent onderzoeken. En dat is in het teken van een publieke vervolging. Dan heeft de overheid zich dit strafproces eigen gemaakt. En die publieke vervolging die vindt dan plaats door een gerechtsofficier. En dat is in feite de voorloper van onze officier van justitie. En je kent hem onder de naam van schout of drost of drossaard. Dat zijn allemaal lokale benamingen voor deze gerechtsofficier, deze officier van justitie. En die begint dan een voorbereidend onderzoek in te stellen. Als de rechtsorde is verstoord, gaat hij over tot een voorbereidend onderzoek. En een voorbereidend onderzoek houdt in dat hij bijvoorbeeld iemand hoort die aangifte komt doen, of dat hij getuigen hoort, of een lijkschouwing verricht, of een plaatsopneming doet. En zo maakt hij een voorbereidend onderzoek, waarmee hij dan goed beslagen ten eis komt als het strafproces begint. Dus dat is voortaan een actieve overheidsambtenaar die de vervolging op zich neemt. De rechter is ook actief geworden. Dat is niet langer zo'n figuur die alleen maar een beetje kijkt van ja, wordt de procesorde wel gerespecteerd? Nee, die gaat ook over tot onderzoek ter terechtzetting. Die zal de verdachte, de vermeende dader, zal die verhoren, die zal getuigen verhoren. Die neemt dus op actieve wijze deel aan de rechtsstrijd. En hij stelt dan ook, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, is hij dan ook degene die het vonnis vaststelt. De bewijsmiddelen, omdat men veel minder theocentrisch is geworden wat betreft het strafrecht, de bewijsmiddelen zijn wat wij zouden zeggen rationele bewijsmiddelen. Vooral de bekentenis, als de koningin der bewijsmiddelen, en het getuigenbewijs, dat komt nu op. U ziet daar ook een pijltje staan met tortuur, oftewel martelingen, martelbank. Daarnaast heb ik een stemmige afbeelding gevonden van de duimschroeven. Waarschijnlijk zat er ook nog een gebruiksaanwijzing bij, want er staat een K en een A en een D. En ik denk dan zo dat er dan ze heeft gestaan van ja, draai de K rustig aan tot het A-schijfje naar beneden gaat. Vergeet niet de duimen daartussen te plaatsen en dan oké. Dat is de tortuur. Dit is geen bewijsmiddel, tortuur. Tortuur is een dwangmiddel om tot een bekentenis te komen. En dan ben je eigenlijk bij het beeld aanbeland dat veel mensen hebben van het middeleeuwse strafrecht.
Ik geloof dat jij net ook al zoiets zei van ja, middeleeuws strafrecht, dat gaat toch vooral met veel, veel gruwelijke vormen van doodstraf gepaard en martelbanken en zo. Misschien dat daarom de colleges strafrechtsgeschiedenis bij mij altijd wel populair zijn, omdat dat altijd wel leuk is om te horen natuurlijk. Zolang er geen dieren pijn wordt aangedaan. Dat is altijd bij mij, als er maar geen dieren doodgaan, dan mag verder alles. Maar ja, zo is het. Het is wel zo dat de meeste mensen hier toch een beetje een te bruske voorstelling hebben van dat nieuwe strafrecht, van deze strafprocedure, die zo opkomt rond 1200 en dan geleidelijk het accusatorenproces uit beeld dringt. En dat accusatorenproces blijft nog een tijdje doorbestaan, maar het inquisitoren, moderne proces, dringt dan zo'n beetje rond 1500 het accusatoren volledig uit beeld. En dan ja, denken de mensen ook van ja, die martelbank. Hè, daar werd vrolijk op losgemarteld vroeger in dat strafproces. Hè. De verdachte kwam de rechtszaal binnen en de rechter zei, ja, daar bent u, gaat u liggen. Dan kunnen wij beginnen en meteen komt daar de beul al binnen met zijn priemen en zijn poken en zijn Brabantia allesopeners. En ja, dat was dan het strafproces. Maar dat is toch niet zo. Het is toch niet zo, er werd toch veel minder breed is het in ieder geval geweest als mensen denken. Ik ga even met u in de vroegmoderne tijd, hè, we zitten nu rond het jaar 1500, ga ik even met u door hoe een strafproces er toen uitzag. En daar weten wij veel meer van dan van het strafproces zoals ik dat tot dusver heb beschreven. Aangezien van deze periode zijn zeer veel bronnen bewaard gebleven. Echt meters in de archieven aan procesdossiers en vonnisboeken. Er zijn handleidingen voor de strafrechtspraktijk verschenen. En aan de hand daarvan kun je toch redelijk gedetailleerd in kaart brengen hoe zo'n strafproces eruit zag. Nou, dat begon met een aangifte. Een aangifte door het slachtoffer zelf of door een getuige bij de gerechtsofficier. En zo'n gerechtsofficier, de schout of de drossaard, die begon dan zijn voorbereidend onderzoek. En van dat voorbereidend onderzoek, waarin hij dus bijvoorbeeld de aangifte op schrift stelde of getuigenverklaringen op schrift stelde, dan maakte hij een rapport van op. Een rapport waarin hij zijn bevindingen noteerde, met bijlagen, die getuigenverklaringen en zo, die werden eraan vastgenaaid. En dat werd ingeleverd bij de rechtbank. En de officier vroeg dan aan de rechtbank, mag ik tot vervolging overgaan? En dat is gans anders dan heden ten dagen. Heden ten dagen heeft het OM, het Openbaar Ministerie, heeft een eigen beslissingsmacht of ze een delict gaan vervolgen of niet. Het staat geheel en al los van de rechterlijke macht. En denkt u bijvoorbeeld maar aan de drugsproblematiek. In de opiumwet staat dat alle vormen van drugsbezit zijn verboden. Het OM heeft eigen richtlijnen waarin bepaalde gevallen toch niet tot vervolging worden overgegaan. Dat beslist het OM zelf. Dat was toen niet. Een gerechtsofficier was verbonden aan een bepaalde rechtbank. Bijvoorbeeld de schout van Tilburg was verbonden aan de rechtbank van Tilburg. En die moest daar aan de rechtbank vragen, mag ik tot vervolging overgaan? Dus zo'n rechtbank die bestudeerde dan dat rapport met die bijlagen. En als de rechtbank vond van ja, hier is toch wel voldoende aan de hand, voldoende aanleiding om een strafrechtelijke vervolging op te starten, dan werd er toestemming verleend en er werd ook het rechtsmiddel verschaft aan de officier waarmee hij die vervolging op gang kon zetten. Dat kon zijn een dagvaarding, dat kon zijn een arrestatiebevel. Nou, het verschil tussen deze beiden, bij een dagvaarding bleef de verdachte op vrije voeten, bij een arrestatiebevel werd hij in hechtenis genomen. En of er nou een dagvaarding of een arrestatiebevel uitging, dat was heel sterk afhankelijk van de persoon van de verdachte. De chique mensen werden meestal gedagvaard, de minder chique mensen werden gearresteerd. Het hing ook een beetje af van de hoeveelheid delicten, de zwaarte van de delicten, van of er sprake was van vluchtgevaarlijkheid.
Dat betekende allemaal, het was dus heel sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. En dan werd er overgegaan, hetzij tot een dagvaarding, hetzij tot een arrestatiebevel. Nou, dat leidde vervolgens een volgende fase in. Ik heb even in het blauw erbij gezet wie waarvoor verantwoordelijk is. Je hebt het voorbereidend onderzoek gehad door de gerechtsofficier. Dan krijg je de dagvaarding of het arrestatiebevel, opgemaakt door de rechter. En dan krijg je als de verdachte, de verdachte in rechten is verschenen, of als hij is gearresteerd en in hechtenis is genomen, dan vindt er een eerste verhoor plaats. En dat eerste verhoor vindt plaats volgens vaste vragenlijsten, van tevoren opgemaakte vragenlijsten. Nou, deze fases, dat tref je eigenlijk tegenwoordig grotendeels ook nog wel aan, dat is het vooronderzoek. Het vooronderzoek dat voorafgaat aan het onderzoek der terechtzitting. Nou, dat vooronderzoek kan al gelijk een eindvonnis opleveren. Als de verdachte meteen bij zijn eerste verhoor een volledige bekentenis aflegt, of als er dermate veel getuigen zijn dat het wel duidelijk is dat de verdachte het heeft gedaan, kan de rechter meteen eindvonnis wijzen. Als de verdachte maar een halve bekentenis heeft afgelegd, of er zijn wel getuigen, maar die spreken elkaar deels tegen, dan wordt er doorgeprocedeerd, dan wordt er een tussenvonnis gewezen en dan begint er een onderzoek ter terechtzitting. En dat kan zijn een zogeheten ordinair proces of een extraordinair proces. En dat is niet zoals een van mijn studenten ooit op het tentamen zei, een ordinair proces, dat is een onbehoorlijk proces. En een extraordinair proces is een super onbehoorlijk proces. Dat is dus niet. Ordinair wil gewoon zeggen gewoon, het gewone proces. En een extraordinair proces is een buitengewoon proces. Nou, hoe ging het dan verder? Dat ordinaire proces was eigenlijk een heel vriendelijk proces. Er kreeg een conclusie van eis. Dat deed de gerechtsofficier, een conclusie van eis waarin hij de feiten opstelde die hij ten laste legde aan de verdachte. De verdachte kon erop reageren, kon verweer voeren bij zijn conclusie van antwoord. Daar kon de officier weer op reageren met zijn conclusie van repliek en de verdachte met een conclusie van dupliek. Dat alles gebeurde door middel van een procureur. En een procureur, heden ten dagen, is procureur en advocaat, dat zijn twee handen op één buik, dat is eigenlijk hetzelfde. Elke advocaat is procureur, elke procureur is advocaat. Toen niet. Er werd een strikt onderscheid gemaakt tussen een procureur. Elke rechtbank had een aantal procureurs. Daar moest je dan ook gebruik van maken. Zowel de verdachte als de officier van justitie. En de advocaat die komt pas later ter sprake. Maar dit was dus een debat tussen zeg maar, de procureur van de officier van justitie en de procureur van de verdachte. Als ze uitgeconcludeerd waren, begon fase 2. De officier kon zijn procureur bewijs laten produceren. De verdachte kon tegenbewijs laten aanbrengen. Ze konden elkaars bewijs aanvechten. Dat zijn de reprochen. Ze konden het eigen bewijs weer verdedigen. De salvatium. Dus dat was de fase, eerste fase van de conclusies. Dan de fase van het bewijs. En dan kon ook nog een pleidooi worden gehouden. Of een schriftelijk pleidooi worden opgesteld. En dan komt de advocaat ter sprake. En de advocaat ten tonele, dat was een juridische raadsman. Die kon dan, het zijn namens de eiser, namens de officier van justitie, het zijn namens de gedaagde, namens de verdachte, kon die een pleidooi houden. En in zo'n pleidooi werd de hele zaak nog eens een keer doorgemarcheerd en van allerlei juridische argumenten voorzien. Nou, en dan was het tijd om de processtukken in te leveren bij de rechter. Die kon dan eindvonnis wijzen. Of hij kon zeggen, ja, ik heb meer bewijs nodig, dan werd er een tussenvonnis gewezen en een bewijsopdracht gegeven. Was het niet zo, als er een eindvonnis werd gewezen, dan kon dat worden geëxecuteerd, tenzij er hoger beroep werd ingesteld. Want hier was gewoon hoger beroep mogelijk. Dus ook als verdachte, als jij veroordeeld was, kon jij in hoger beroep gaan bij een hogere rechter.
Dus dit valt allemaal nog wel mee. Maar ja, naast het ordinaire proces met zijn debat en zijn procureurs en zijn advocaten, had je ook het extraordinaire proces. Het buitengewone proces. En dat stond helemaal in het teken van onderzoek. Nader onderzoek door die rechter jegens de verdachte. En dat onderzoek kon plaatsvinden door middel van een verhoor, een nieuw verhoor van de verdachte. Of nog een verhoor, of nog een verhoor. De verdachte kon net zo lang worden verhoord als de rechter dat wilde. Getuigen konden worden verhoord. De verdachte kon met getuigen worden geconfronteerd. En er kon een scherpe examinatie worden bevolen. En een scherpe examinatie wil zeggen een ondervraging op de pijnbank. En die vond plaats door de beul die ik hier stemmig rood heb ingekleurd. Niet zo dat zo'n beul dus meteen begon maar met martelen. Het was zo dat er eerst werd geangst. Hè, als de verdachte werd ondervraagd en die weigerde te antwoorden of weigerde te bekennen, dan kon de rechter overgaan tot het angsten. Dan werd de beul binnengehaald met zijn spulletjes. En dan zei de rechter, kijk eens wie we hier hebben. Je kunt maar beter bekennen, want anders gaat het nog mis. Nou, als de verdachte dan niet tot bekentenis overging, als hij voldoende angst was aangejaagd, dan kon hij daadwerkelijk op de tortuur worden gelegd, op de pijnbank. En dan kon hij worden getortureerd. En dat kon tot 3 keer kon dat gebeuren. 3 rondjes. En na afloop van die pijnbank, stel, hè, u bent op die pijnbank gelegd en u is een bekentenis afgeperst. Heeft u dan niet zoiets van, ja, maar dat is toch afgedwongen? Dat is toch helemaal niet goed? Dat telt toch niet? Logisch, toch? Dus jij hebt daar allerlei pijn heb je ondergaan en dan beken je alles wat ze maar willen horen. Maar dan zeg je in afloop toch, ja, hallo, dat is afgeperst, dat telt niet. Daar had men het volgende op gevonden, dat jij na jouw bekentenis van de pijnbank werd afgehaald en vervolgens werd overgebracht naar de wachtkamer, buiten het zicht van de beul en zijn instrumentarium, en dat er werd gezegd, blijf jij bij jouw bekentenis? En als jij dan zei, ja, daar blijf ik bij, dan had je toch een soort vrijwillige bekentenis. Als jij zei, nee, die is afgeperst, dan ging je terug. En uiteindelijk, de meesten na 3 keer of zo, die bekenden wel. Dat was de beul, was daarmee belast. Vervolgens krijg je dan het extraordinaire proces, dat tamelijk snel kan worden doorgezet. En na die bekentenis zie je al heel snel dat de gerechtsofficier zijn ticht en aanspraak crimineel, zijn betichting, indient, dat er heel kort op wordt gereageerd door de verdachte. Een korte mondelinge repliek en dupliek. En dan wordt er meestal eindvonnis gewezen. En dan vindt de executie plaats. En daar komen wij weer de beul tegen, die dan wel scherprechter wordt genoemd, omdat hij met het scherp van zijn zwaard het recht voltrekt. Wat moet ik hier nog zeggen? Juist, extraordinair, dat is dus het buitengewone proces. Het ordinaire proces is het gewone proces. En toch zie je dat ondanks die naamgeving het extraordinaire proces steeds populairder wordt. En dat de rechter het liefst extraordinair procedeert. Want dat is veel sneller. Dat staat volledig in het teken van onderzoek. Dat kan veel sneller gaan dan dat ordinaire proces. Daar gaan de nodige rechtsdagen overheen. Bovendien heb je bij het ordinaire proces heb je die advocaten en procureurs die de boel ook nog op kunnen houden. En bij het extraordinaire proces vind je geen advocaten en vind je geen procureurs. Het is ook een beetje in strijd met het hele principe van dat verhoor. Als zo'n verdachte op de pijnbank ligt en ze zijn bezig allerlei nare dingen met die verdachte te doen, dan kan er wel een advocaat naast zitten die dan zegt, ja, daar hoef je niet op te antwoorden, hoor. Maar dan heb je toch al heel gauw zoiets van, ja, ga jij hier dan liggen? He, dus dat past niet. Dus dat extraordinaire proces wordt heel populair en het liefst
veroordeelt de rechter op bekentenis. Omdat bekentenis is, ja, de koningin der bewijsmiddelen, dat is toch wel voor de rechter het teken, het, ja, de grootste mate van zekerheid dat de verdachte het heeft gedaan. En bekentenis sluit ook hoger beroep uit. He, anders dan bij het ordinaire proces, daar kun je in hoger beroep. Als je hier een bekentenis hebt in een extraordinair proces, mag de veroordeelde niet in hoger beroep. Omdat dat onlogisch wordt geacht. He, als jij tegenover de ene rechter bekent dat je het hebt gedaan, dat je dan naar een andere rechter toe mag om te zeggen, oh nee, ik heb het toch niet gedaan. Dus dat extraordinair proces, dat wordt steeds meer het standaardproces. En het ordinaire proces, ja, dat komt er een beetje, blijft dat als een soort proces voor hele moeilijke en ingewikkelde of onduidelijke gevallen. Nou, we hebben nou twee keer kennis gemaakt met de beul, de scherprechter, toch een zeer belangrijke figuur in het oude strafrecht, die wij heden ten dagen missen in het moderne strafrecht. Dan vraag je af, ik heb het nu met u gehad over pijnigen en mensen een bekentenis trachten af te dwingen. Wat mag zo'n scherprechter nou doen? Omdat de meeste mensen die nadenken over het oude strafrecht, die hebben daar eigenlijk veel te bloedige voorstellingen bij. Ik heb hier een fragment uit het boek van Philips Wieland, Korte instructie in materie crimineel, begin 16e eeuw. Een korte inleiding in strafzaken. En die besteedt daar een hoofdstuk aan de methode van martelen, van het tortureren. En Wieland schrijft, de manier van pijnigen is ter discretie van de rechter. Het is de rechter die uitmaakt hoe er gepijnigd gaat worden. En hij moet de pijngrens moet hij vaststellen conform de leeftijd, de fysieke gesteldheid en de gezondheid van de verdachte. Dus hij moet kijken met wat voor verdachte heb ik te maken en wat kan die ongeveer aan pijn doorstaan zonder dat hij bezwijkt. He, want de verdachte mocht natuurlijk niet bij het tortureren doodgaan. He, want hij moest ook nog worden terechtgesteld. Dus dat mocht toen nog niet. Dus Wieland zegt, ja, dat is ter discretie van de rechter. Maar, vervolgt hij dan, hij moet de pijn geleidelijk opvoeren. Ja, laten opvoeren dus door de beul. De rechter moet de pijn geleidelijk laten opvoeren overeenkomstig de ernst van de feiten, de vermoedens en verdenkingen die de rechter heeft, de antwoorden van de verdachte. Wel, zegt hij, moet een goed rechter terughoudendheid betrachten, zodat het lichaam van de verdachte niet verminkt, niet beschadigd of al te zeer gekwetst wordt. Wieland heeft het hier over het lichaam van de patiënt. Dat dat niet al te zeer verminkt, beschadigd of gekwetst wordt. En dan heb je toch als beul heb je dan zoiets van, ja, wat mag ik dan doen? He, dat als ik het lichaam niet mag verminken of beschadigen of zo, wat mag ik dan eigenlijk doen? Nou, in een rechtsboek wat zo'n 50-tal jaar later is verschenen, zijn daar zeer illustratieve plaatjes bij opgenomen. Wat dan allemaal mag en waarvan Wieland zegt, van ja, daarvoor is door de artsen vastgesteld, door doktoren vastgesteld, dat het lichaam van de verdachte daar niet al te veel schade van ondervindt. Hier ziet u bijvoorbeeld een plaatje wat u wellicht een beetje doet denken aan een ontgroeningsdispuut of een ontgroeningsritueel bij een studentendispuut. Maar hier wordt iemand volgegoten met water. Vele liters water konden er zo in het lichaam worden gepompt. En dat had natuurlijk tot gevolgen dat de hele ingewanden en de blaas enorm onder druk kwamen te staan. En dat er scheurvorming kon optreden. Hier zie je dat iemand wordt uitgerekt. Met een katrollensysteem wordt iemand uitgerekt. En een beetje een beul die een beetje had doorgestudeerd, kon hier dan ook nog een tegendraadse beweging aanbrengen, zodat de spier in feite nog in twee scheuringen uiteen viel. Dus dat was spierscheuringen. En daarnaast zie je wat je al eerder zag, de bekende duimschroeven die je net zo lang aandraaide tot de duimgewrichten kraakten.
Die had je ook voor je pols en voor je schenen en voor allerlei gewrichten die het menselijk lichaam heeft, had je handige klemmetjes. Dat mocht allemaal, dat was geoorloofd. Wat valt u op als u deze martelmethodes ziet? Buiten het feit dat het pijn doet. Ja? Dit is hier gebeurd, ja? Ja. Zelfs in Brabant? Ja. Ja. Ook. Dit was algemeen, ja. Nou, zover heb ik niet gekeken, maar dit is puur Europees, maar ik geloof dat ze er in Amerika ook wel iets van konden. Ja, precies. Daar gaat het om, even een slokje. Het zijn allemaal inwendige martelingen. Dus er werden geen vingers afgeknipt of zo, dat soort dingen. De schade werd vooral aangebracht in het lichaam, zodat het toch redelijk onzichtbaar bleef. Als de verdachte dan weer de rechtszaal inliep, dan liep hij wat merkwaardig, maar verder zag je er toch best goed uit. Dus het is toch wel een teken dat men die martelmethodes toch een beetje aan het zicht wou onttrekken. Dat men er toch niet echt heel trots op was. Dat deed de beul. En als je dan had bekend, tenslotte, en je mocht niet een hoger beroep, en de rechter veroordeelde jou, dan was die straf meestal een stevige straf. Het middeleeuwse strafrecht kende nogal veel dood- en lijfstraffen, zoals je hier op deze gravure uit de 16e eeuw ziet. Dit lijkt, als je zo die diverse straffen ziet, ja, is dit een hard strafrecht of niet? Als je aan de gezichtsuitdrukkingen van die mensen, dan valt het wel mee. Hier wordt iemand zijn hand afgekapt en die staat met een zekere interesse, staat hij te kijken. Hier wordt iemand geradbraakt en die kijkt ook zo'n beetje om zich heen, wie er nog meer is. Van, hé, gezellig, jullie ook hier. Dus de emoties spatten er niet vanaf. Dit waren straffen die opgelegd konden worden. Maar het was niet zo dat de rechter zomaar een volledige vrijheid had van, nou laten we eens deze doodstraf doen, of die doodstraf. Laten we eens iemand radbraken, want dat hebben we al lange tijd niet gedaan. Of het is mooi weer, laten we iemand verbranden. Het waren nogal standaard straffen. Die dikwijls waren voorbehouden aan bepaalde type delicten. Ik weet niet hoe ik in mijn tijd zit trouwens. Nog goed? Ja? Ik ga toch ook niet te snel? Niet te langzaam? Wij komen dat plekje vinden. Sorry? Wij komen dat plekje van die gravuren vinden. Dit heb ik zomaar van internet afgeplukt. Ik kan het niet zo zien. Oh, je mag wel even dichterbij komen. Of anders na afloop, dan kun je even de plaatjes komen bekijken. Ja, oké. Ja. Kijk. Als ik me even tot de doodstraf beperk, dan was onthoofding was een standaardstraf voor moord en doodslag. Ophanging was de standaardstraf voor bedelaars en vagebonden en dieven. Althans, als je een man was, want vrouwen hing men niet op, vrouwen zette men aan de wurgpaal. Weet u waarom? Diverse ervaringsdeskundigen in de zaal. Nee, omdat men toen was de legging nog niet uitgevonden. Dus vrouwen droegen rokken. En als je dan een vrouw aan de galg hangt en iedereen staat zo te kijken, dan is, ja, toch, hè? Dus vrouwen werden dan gewurgd. Ketters en heksen en homo's werden verbrand, net als brandstichters. Vierendelen was speciaal een straf voor allerlei politieke delicten, moordaanslagen op de koning of de leiders van een opstand of zo. Radbraken was de meest ernstige straf bij meervoudige moord of roofmoord of zo. Dus ze stonden dikwijls wel in een bepaalde context dat er een bepaalde delict gekoppeld was aan een bepaalde executievorm.
Je kunt je wel afvragen, want dit is maar een blaadje wat ik heb gevonden en zo zijn er meer overigens. Zijn al deze straffen ook daadwerkelijk opgelegd? In flinke mate opgelegd? En zo ja, want daar gaat het uiteindelijk om, hebben ze op een of andere manier de criminaliteit verminderd. Want dat was ook een reden dat de overheid voortaan het strafrecht in handen wilde hebben. Niet alleen omdat ze dan niet afhankelijk waren van een private partij of die een klacht ging indienen of niet, of die een vervolging op zich ging nemen of niet. Nee, de overheid wou dat zelf doen, maar die wilde ook voortaan niet alleen begaan onrecht straffen, maar ook zodanig straffen dat nieuw onrecht uitbleef. Dus de overheid wilde een delinquent straffen, eigenmachtig, zonder private partijen die dan moesten aanklagen, wilde zelf de pleger van de strafbaar feit straffen, maar dan ook wel zo straffen dat verdere strafbare feiten zoveel mogelijk werden voorkomen. Dat potentiële daders zoveel mogelijk werden afgeschrikt. Nou, je kunt je afvragen dus, zijn deze straffen nou allemaal flink ten uitvoer gelegd en heeft dit de criminaliteit verminderd? Nou, in de eerste plaats, als je kijkt naar de strafrechtspraktijk zo van de 17e, 18e eeuw. En de 16e eeuw, daar zie je, die is nog wel redelijk stevig. De 16e eeuw zie je toch nog wel geregeld ernstige executies. 17e en 18e eeuw zie je toch dat bij de rechterlijke macht een zekere terughoudendheid is ten aanzien van de doodstraf. Dat de rechter in veel gevallen waarin hij de doodstraf kon opleggen, dat om hem moverende redenen toch niet heeft gedaan. Verder zie je in die gevallen dat de doodstraf wordt opgelegd, dat die toch op relatief humane wijze wordt voltrokken. Namelijk onthoofding of ophanging, wurging. Dus niet zozeer vierendelen of niet zozeer levend verbranden. Dat komt bijna niet voor. Radbraken ook komt bijna niet voor. In Tilburg is er, voor zover ik weet, één keer iemand veroordeeld om te worden geradbraakt. En die sloeg op de vlucht. Dus toen mochten ze tekeer en toen ging het weer niet. Dus dat komt bijna niet voor. Ah, dat is heel interessant. Dat is dit. Dat komt van de term rad, wagenwiel, en braken is breken. De oervorm daarvan was dat jij op de grond werd vastgebonden en dat ze dan met paard en wagen over je heen reden. Net zolang tot je dood was. Vervolgens liep men het paard op stal en pakte men symbolisch alleen nog het rad. En weer later, maar daar heb ik op dit moment geen plaatjes van, heeft men de boel omgedraaid, heeft men de voortaan de verdachte op het rad of de veroordeelde op het rad gelegd en met de staaf zijn botten kapot geslagen. En nog weer later heeft men radbraaktafels uitgevonden. En als u die wil zien, het is een tafel in de vorm van een mensenlijf, waarop je dan werd vastgebonden. Als je daar een mooi exemplaar van wil zien, moet u naar Den Haag gaan, naar de gevangenpoort. Daar is een van de meest gave exemplaren, staat daar opgesteld. Dat is radbraken dus. Maar dat kwam bijna niet voor. Had iedere stad een eigen rechtbank? Ja, ja, ja. Dus waren er verschillen? Ja, elke stad. Of ja, Tilburg was toen geen stad, het was een heerlijkheid. Maar Tilburg en Goorl had ook een rechtbank. Dikke, kleinere plaatsen hadden samen een rechtbank. En die rechtbanken dus, er was wel veel verschil qua procederen. Elke rechtbank had wel zijn eigen manier van procederen. Maar ja, over het geheel genomen komt het al overeen. Ja, want u zegt overheid, maar die was eigenlijk niet. Ja, de plaatselijke overheid, ja. Als ik het over overheid heb, heb ik het over alle machthebbers die iets te zeggen hadden over het strafrecht. Dus zeg maar de rechterlijke macht van Tilburg, de Schepenbank van Tilburg, of die van Den Bosch, of het Hof van Holland of zo. Kijken wij naar de meest voorkomende vormen van lijfstraf. Je ziet hier op het plaatje, zie je er hier diverse handen worden afgekapt, oren worden afgesneden,
Daar wordt een oog uitgestoken. Ja, dat komt bijna niet voor. Je ziet, de meest voorkomende vormen van lijfstraf is geeseling en brandmerking. Wat is geeseling? Geeseling is dat je met een tak... Oh, ik had eigenlijk spullen mee moeten nemen, dan konden we een soort practicum doen. Geeseling is dat je met een bos takken... Volgens mij staat het hier ook nog wel op het plaatje. Ergens. Ja, hier zo. Dat je met een bos takken werd afgeranseld. Dat is geeselen. Met een takkenbos. Brandmerken, dan kreeg je aanvankelijk een merk van de stad of streek ingebrand op je voorhoofd. Later kreeg je dat op je rug ingemerkt. En op je voorhoofd, daar komt de uitdrukking nog vandaan, hoed u voor de getekende. Want het was duidelijk een lijfstraf met een waarschuwend element. Als jij iemand tegenkwam met een brandmerk op zijn hoofd, dan kon je die beter uit de weg gaan. Later krijgt het meer de functie van dat je een strafblad krijgt ingebrand. En dan krijg je op je rug een brandmerk. En als je dan meestal weer tegen de lamp liep, een tweede brandmerk. En als je dan weer tegen de lamp liep, ja, dan was het meestal wel vergedaan. De meest voorkomende straf in die hele 17e, 18e eeuw, niet alleen in ons eigen Brabant, maar in alle Nederlanden en ook in de landen om ons heen, was verbanning. Dan werd je gewoon over de grenzen van de jurisdictie gezet. En er werd gedreigd, als je terugkomt, ja, dan zullen jullie zwaarder straffen. Dus je kunt beter niet terugkomen. En dan werd je gewoon levenslang verbannen. En dat is een hele goedkope straf. Hij is heel makkelijk uit te voeren. Maar het is natuurlijk ook niet een hele zinvolle straf. Omdat zeg maar Brabant zijn boeven over de grens zet en die komen in Holland terecht. En Holland zet zijn boeven over de grens en die komen in Brabant terecht. Dus je krijgt toch een soort uitwisselingstraject van boeven. Maar goed, de strafrechtspraktijk 17e, 18e eeuw, kun je toch zeggen, begint toch zijn meest wrede kanten te verliezen. En dat heeft mede ook te maken dat er zich een nieuw penitentiair beleid begint aan te dienen. En een van de gangmakers of een van de verwoorders van dat nieuwe penitentiaire beleid is Dirk Volkerszoon-Korenhert en zijn boek Boeventucht. Boeventucht of de middelen tot mindering der schadelijke lediggangers. In die tijd kregen boeken nog echt gewoon hele mooie titels mee. Daar hoef je tegenwoordig niet meer mee te komen met zo'n titel. Maar ja, middelen ter mindering der schadelijke lediggangers. En Korenhert kan worden gezien als een van onze eerste, zo niet de eerste, criminoloog. Iemand die zich bezighoudt met criminologie. Die nagaat van, waarom vervallen mensen tot criminaliteit? Want als je daar de oorzaken van kent, is het ook veel makkelijker om dat verschijnsel te bestrijden. Nou, hij zegt, een belangrijk deel van de criminaliteit, een belangrijkste oorzaak eigenlijk, is de ledigheid, het niets doen bij de sociale benedenlaag van de bevolking. De sociale benedenlaag van de bevolking die bestaat uit nietsnutten, uit mensen die liever lui zijn dan dat ze op een eerlijke manier in hun onderhoud voorzien. Liever lui dan moe. En ze vergrijpen zich liever aan de goederen van andere mensen dan dat ze gaan werken. En dat is niet alles, want deze lediggangers die leven in de stellige verwachting dat ze niet worden gestraft, dat de kans heel klein is dat ze tegen de lamp lopen, dat ze worden gepakt. Dus dat ze er wel mee wegkomen. Plus is er een zekere fatalistische houding tegenover die gangbare straffen, tegenover die lijfstraffen en die doodstraffen. Dat doet die mensen niet zoveel. Die hebben zoiets van, stel dat we worden gepakt en we krijgen zo'n nare straf, dat is heel vervelend, maar het is toch maar een kort moment van pijn. Dus hij zegt, die gangbare straffen die zojuist in beeld waren, die hebben de criminaliteit helemaal niet teruggedrongen, niet verminderd. En we moeten dus ook gaan denken aan een ander concept van straffen. En dan, dat is het verkeerde plaatje. En dan komen wij richting eerste echte grote Eureka-moment. Korenhert zegt, we kunnen beter de mensen aanzetten tot dwangarbeid. Dwangarbeid,
Want dan kom je tot een combinatie in feite van dat je schadelijke elementen uit de samenleving verwijdert. Je maakt ze onschadelijk. Maar het is ook een straf die veel meer afschrikt dan dood- en lijfstraf. Want dood- en lijfstraf, ja, dat is een kort moment. Daarna is het strafmoment over. Maar dwangarbeid, dat kun je heel lang opleggen. Dat kun je zelfs levenslang opleggen. Dus dat zal veel meer indruk maken. Een zeer veel grotere afschrikwekkende werking. Maar hoe dan ook, je verwijdert ze uit de samenleving. Je maakt ze onschadelijk. Maar het is ook een nuttige straf. Het is een nuttige straf, want die lediggangers, die kunnen zichzelf verbeteren. Die kunnen als betere mensen terugkeren in de samenleving. Want ze leren immers te werken. En dat betekent, als ze terugkeren in de samenleving, zullen ze wel zeker niet in hun fouten vervallen, maar gewoon door middel van eerlijk werk in hun levensonderhoud voorzien. Bovendien, ze zijn niet alleen uit de samenleving verwijderd, maar ze brengen ook nut op voor de samenleving. Je kunt ze nuttig werk laten verrichten voor de samenleving. Ja, degene die de samenleving eerst tot last waren, zijn ze nu tot nut. Je kunt ze dijken aan laten leggen en moerassen laten ontginnen. Of laten werken in bepaalde werkplaatsen. Nou, dit nieuwe penitentiaire beleid, zoals gepropageerd door Coornert, krijgt vervolgens zijn uitwerking in het eerste gevangenisstelsel wat wij hebben gekend. Het houdt een beetje het midden tussen een gevangenisstelsel en wat wij zouden zeggen taakstraffen. Er komt namelijk de tuchthuisstraf komt op. In de vorm van het rasphuis, dat was voor mannen, vooral relatief jonge mannen die zich aan niet al te zware delicten hadden bezondigd. Ziet u hier op het plaatje, die moesten tropisch hardhout raspen. En met dat raspsel, dat werd verkocht aan de verfindustrie. Dat was een van de grondstoffen om verf te maken. En zo werd er geld verdiend. En zo kon zo'n rasphuis zichzelf in stand houden. Het was een self-supporting organisatie. Voor de dames was er het spinhuis, ook voor de relatief jongere daderessen die zich aan niet al te zware delicten hadden bezondigd. En daar werd wol gesponnen voor de textielindustrie. Zo zie je dat daar ook geld werd verdiend. En dat betekende dat op deze manier daders uit de samenleving konden worden verwijderd, dat er een voordeel was voor de samenleving door dat werk dat werd verricht, en dat er een voordeel was voor de veroordeelden die immers leerden te werken. En deze tuchthuizen, die vind je het eerst in Amsterdam, vervolgens elders in de Nederlanden en dan ook naar Amsterdams voorbeeld, bijvoorbeeld ook in Duitsland en in België en Italië, worden allemaal naar Amsterdams voorbeeld dit soort huizen opgericht. En dat heeft wel een zekere positieve werking, in ieder geval op het strafproces, omdat er nu veel minder wordt veroordeeld voortaan op bekentenis. En dus wordt er ook veel minder getortureerd. Want vroeger, als de rechter een halve bekentenis had, dan moest hij in feite doormartelen tot er een volledige bekentenis was. En nu, anders kon hij de doodstraf niet opleggen. Dat was zowel voor de doodstraf was toch wel bekend dat de verdachte het helemaal bekende. Dat was vereist. Nu, als de verdachte een halve bekentenis aflegde en er was nog wat bijkomend bewijs in de vorm van getuigenverklaringen, dan zei de rechter, ja, nou dan niet de doodstraf, dan sluiten we hem gewoon op in het rasphuis of in het tuchthuis, in het spinhuis. Dus er hoefde niet meer zo lang door te worden ondervraagd en pijnlijk geëxamineerd om een volledige bekentenis te krijgen om de doodstraf op te leggen. Nu was het voortaan zo, ja, dan heb ik halve bekentenis. Ik heb toch wel heel sterk het idee dat hij het heeft gedaan. Doodstraf kan ik niet opleggen, maar hup, sluit hem maar voor 20 jaar in het tuchthuis. En met die langdurige straffen zie je dat het nadelige effect, want dit kun je wel zeggen, ja, dit was dan toch al dan niet bewust een positief effect van het tuchthuis. Het had ook negatieve effecten. Als je kijkt dat de tuchthuisstraffen zeer langdurig werden opgelegd en meestal werden verbonden
gevolgd door een levenslange verbanning. Ik ben processen tegengekomen waarin iemand tot 20 jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld, waarin een meisje van 25 tot 50 jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld en vervolgens levenslang verbannen. En dat betekent dat die 25-jarige 75 was als ze dan uit het tuchthuis kwam en dan over de grens werd gezet en dan veel succes, hè? Resocialiseren maar. Dus dat dat toch uiteindelijk niet helemaal uitpakte zoals het ooit bedoeld was. Wanneer komt er dan echt schot in de zaak? Dan zijn we toch al gauw weer een flinke tijd verder. Coronert zit dus eind 16e eeuw. Beccaria, Cesare Beccaria, eind 18e eeuw. In de tijdsgeest van de verlichting. De verlichting, 17e, 18e eeuw. De verlichting die zijn doorbraak heeft, of zijn hoogtepunt heeft. Tweede helft, 18e eeuw. En het toverwoord van de verlichting is rationaliteit. Alles moet rationeel zijn. Alles wat niet rationeel is, wat in strijd is met de menselijke ratio, wat in strijd is met het menselijke verstand, dat moet verdwijnen. Nou, die Beccaria, die doet daar getuige van in zijn boekje De Delitia delle Pene, oftewel over misdaden en straffen. En die wordt daarmee de grondlegger van de zogeheten klassieke richting in het strafrecht. Niet alleen in Italië, maar die krijgt overal aanhangers. In Oostenrijk, in Duitsland, in Nederland ook. En die probeert die rationele gedachtes door te trekken naar het strafrecht. En die wil dan een rationeel strafrecht hebben. En hoe krijg je een rationeel strafrecht? Zegt Beccaria, nou dan heb je twee basisvoorwaarden. Dat is dat alles gecodificeerd is, alles moet op schrift gesteld zijn en het moet humaan zijn. Codificatie, een wetboek voor strafrecht, dat voorkomt namelijk dat de rechter in het ene geval zus oordeelt en in het andere geval zo. Een wetboek van strafrecht voorkomt willekeur en voorkomt machtsmisbruik van de rechter. Het zorgt voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Maar zegt hij ook, we moeten af van de tortuur, want de tortuur is inhumaan. Je bent bezig mensen te pijnigen, dat is inhumaan. En het is ook ondoelmatig, want iemand op de pijnbank die bekent alles wat je maar wil dat hij bekent. Dus het is ook heel onbetrouwbaar verhoormethode. Dus in beide opzichten is het irrationeel, het is inhumaan en het is ondoelmatig. Hij wil ook de dood en de lijfstraf zoveel mogelijk terug. Hij zegt ook, ja, het is inhumaan om mensen lichamelijke pijn toe te brengen, om mensen ter dood te brengen, is inhumaan, dus irrationeel. Maar het is ook ondoelmatig, dus irrationeel. Want het heeft nog nooit de criminaliteit teruggedrongen. Het heeft nog nooit de criminaliteit verminderd. Hij zei, dus kun je beste dood- en lijfstraffen zoveel mogelijk terugdringen en vervangen door gevangenisstraf. Gevangenisstraf is humaan, gevangenisstraf is doelmatig. En waarom is dat doelmatig? Omdat voor de verlichte persoon, de verlichte mens, is vrijheid is zijn grootste goed. Vrijheid is zijn grootste, hoogste goed. En hoe kun je dus het beste criminaliteit voorkomen? Door te dreigen iemand zijn vrijheid af te nemen. Dan zou hij het wel nalaten. Maar als hij het dan toch niet nalaat en hij komt toch op het criminele pad en je sluit hem op in de gevangenis, liefst in eenzame opsluiting, ja, dan heeft hij de mogelijkheid om te bezinnen. Het is immers een rationeel persoon. Ook de crimineel is rationeel. En die zal gaan denken. En die zal gaan denken van, ja, dit kan ik beter niet nog een keer doen. Want de prijs die ik moet betalen is te hoog. Dus Beccaria, in ieder geval als het aan hem ligt en de medestanders van de klassieke richting, willen die zo min mogelijk wreedheden in het strafrecht en vrijheidsbenemende straffen daarvoor in de plaats. En dat is denk ik wel een heel duidelijk Eureka-moment. Alleen, ja, het heeft toch ook zo zijn tekortkomingen. De resultaten zijn heel duidelijk van die klassieke richting. De resultaten die in de 19e eeuw voelbaar worden. Je krijgt wetboeken van strafrecht.
heel duidelijk waarin omschreven staat wat niet mag allemaal en wat er gebeurt als je het toch doet. Zodat het recht transparant is, om maar eens een moderne term te gebruiken. De lijfstraf wordt afgeschaft, de doodstraf wordt afgeschaft, het gevangenisstelsel wordt ingevoerd. En om even een beeld te geven van het gevangenisstelsel, de gevangenisstraf wordt ten uitvoer gelegd in Nederland in de zogeheten koepelgevangenissen. En dat is een heel eenvoudig systeem met een kleine unit, een kleine commando-controle-toren in het midden, van waaruit enkele bewakers in feite alle cellen kunnen overzien. En in die cellen zat je in alle eenzaamheid opgesloten. En je mocht af en toe mocht je gaan luchten, maar meestendeels zat je in de cel en kon je je zonden overdenken. De koepelgevangenis. Het had ook zo zijn tekortkomingen, omdat binnen dit hele abstracte denken en dit rationele denken was de dader, ja, die hing er eigenlijk een beetje bij. De dader werd eigenlijk gezien als een volstrekt rationeel persoon. Een volstrekt rationeel persoon die bij zijn volle verstand zijn delict pleegde. Dus er werd helemaal geen rekening gehouden met menselijke frustraties en emoties. Dat speelde geen rol binnen die verlichting waarin de ratio zo centraal stond en elke mens werd geacht puur rationeel te werken. Dus de dader was niet langer zeg maar, een mens van vlees en bloed, maar het was een hele abstracte figuur. Er werd ook niet gedifferentieerd. Een dief is een dief. Of jij een diefstal pleegt omdat je anders omkomt van de honger, of omdat jij een diefstal pleegt omdat je gewoon meer geld wil zien, maakt niet uit. Het staat in het wetboek voor strafrecht, diefstal is strafbaar, alle dieven zijn hetzelfde, ze moeten allemaal naar de gevangenis. En dat zijn een beetje de tekortkomingen van deze op zich wel vooruitstrevende gedachten van de klassieke richting. Oeps, nog één dia. Daar komt natuurlijk een reactie op en dan zitten we bijna zo'n beetje bij ons hedendaagse strafrecht. Een reactie in de 19e eeuw die zegt, dan komt de criminologie komt ook goed van de grond. Dan gaan mensen zich bezighouden met waarom plegen bepaalde mensen criminele feiten, wat zijn daarvan de oorzaken, kunnen wij die achterhalen en kunnen wij daar ook het strafrecht op afstellen. En dan is het niet langer zo de dief naar de gevangenis, maar je gaat kijken naar wat voor dief hebben wij, of wat voor dader hebben wij. En dan krijg je een heel gedifferentieerd gevangenisstelsel met open inrichtingen, met extra beveiligde inrichtingen. Je krijgt allerlei soorten gevangenissen met speciale gevangenisprogramma's, gericht op resocialisatie, als de dader daartoe in staat en willens is. Je krijgt ook allerlei straffen, zoals de voorwaardelijke veroordeling, de voorwaardelijke invrijheidstelling, de taakstraffen. Dus dat sommige daders gewoon buiten de gevangenis blijven, de reclassering komt op. Dit is wel een eureka-moment, dacht ik. Ik heb er wel een vraagteken bij gezet, omdat het soms toch niet helemaal duidelijk is wat precies de voordelen hiervan zijn. Als er weer eens een keer een TBS'er is ontsnapt die weer van alles doet. Maar ik wil niet zo naar eindigen. Ik wil eindigen met het feit ook dat waarin ons eigen Tilburg een belangrijke rol heeft gespeeld. Namelijk vroeger zaten de gevangenen in eenzame opsluiting in hun cel. Iedere gevangene had zijn eigen cel om criminele infectie te voorkomen. Om te voorkomen dat ze onderling snode plannen gingen maken. Maar dan heeft men toch op een gegeven moment heeft men dat beginsel doorbroken en is men gaan experimenteren. Twee gevangenen op één cel. En dat heeft men hier in Tilburg gedaan. In onze eigen toenertijd penitentiaire inrichting. Twee gevangenen op één cel. En daar was men zeer tevreden over. Dat is een landelijk succes gebleken. Er was maar één klein nadeel. Eén klein nadeel als je twee gevangenen opsluit in één cel. Weet je wat dat nadeel is? Was. Ruzie. Sorry?
Oh, ja, ja, inderdaad. Waarover ruzie is het dan? Hygiëne? Nee, welk programma op tv kwam. Dus de ene gevangene wou dit zien en de andere gevangene wou dat zien. Maar dat heeft men toch weer op weten te lossen op een typische Nederlandse manier. Namelijk, elke gevangene kreeg zijn eigen televisietoestel. Dames en heren, ik wil u graag danken voor uw aandacht. Nu kwam nog het vraag... Ja. Ik weet dat het al 6 uur is geweest, maar misschien is er nog 1 brandende vraag uit het publiek. Ik zag inderdaad daar een hand. Over het verwijderen uit de samenleving, waar je het over heeft gehad. Ik vroeg me af van het simpele gewoon opsluiten, daar is eigenlijk nog niet over gesproken in de eerste helft, zeg maar voor de verlichting. Maar dat was toch niet per se een nieuw idee of zo? Jawel, in zoverre wel. In die zin dat er geen gevangenissen waren. Maar mensen werden wel opgesloten, al voor? Maar niet bij wijze van straf. Mensen werden opgesloten in afwachting van hun proces. Dus in voorarrest. Of ze waren opgesloten in afwachting van de executie van hun vonnis. Maar ze werden niet opgesloten bij wijze van strafmaatregel. Zo van, ga jij maar eens 10 jaar over je zonde nadenken. Daar kwam heel weinig voor. Je had wel bepaalde gevangenissen, zoals de Bastille bijvoorbeeld, beroemd voorbeeld. De Tower in Londen. Maar daar zat bijna niemand in. En in de Bastille zaten 8 mensen toen die werd bestormd. En 4 zaten in voorarrest. En 4 waren geestelijk gestoord en door een familie daarin opgesloten. Dus als gevangenisstraf kende men het heel weinig. Kerkers. Ja, hetzelfde eigenlijk. Als je kijkt naar een plaats als Den Bosch, toch een grote plaats in die tijd. Die had de gevangenpoort en daar werd je in opgesloten in afwachting van je proces. En als je vervolgens ter dood was veroordeeld of zo, dan werd je weer in de gevangenpoort gezet. Net zolang tot het tijd was voor je executie. Ja. Over het geheel genomen dan, hè? Ik denk dat voor vragen moeten we het hierbij houden. Heel snel. Ja, heel snel. Ja, sommige mensen moeten misschien ook ergens naartoe of hebben andere verplichtingen. Dus... Ja, dat was juist de bedoeling. Dat het ter leringen en de vermaak trok. Nee, ik had ook maar een uur. Hè. Als ik op alle straffen in moet gaan, dan stonden we hier morgen nog. Strandpaal was... Oh, gewoon als toerist neem ik aan. Ja, Strandpaal, daar stond je voor paal. Nee. Maar schandpalen stond meestal op de markt, hè? Dat iedereen je kon zien. Dat was de bedoeling van de schandpaal, dat jij met schande werd overladen. Ja, het was ter leringen en de vermaak. Het was de bedoeling dat jij daar iets van opstak. Hè, dat jij zag van, ze hakken je hand eraf, ik kan dat beter ook niet gaan doen. Bovendien was men in die tijd was nog geen Netflix of zo, dus die mensen waren ook... Gewoon blij dat ze eens naar iets konden gaan kijken. Okay. Hetzelfde geldt voor de tuchthuizen, daar kon je ook gewoon gaan kijken. Dan kon je op zondag met de hele familie kon je een dagje uit. En dan ging je naar de tuchthuizen toe. Ja, als je dat wil lezen, dan kun je het boek lezen van Arthur Champin. Een schitterend gebrek. Dat heb ik gelezen. Kijk. Oké, dank u wel ook voor alle vragen. Wat ik nu even kort wil noemen... is dat als u nu dit soort onderwerpen heel interessant vindt, of misschien ben je als student bezig met het schrijven van een scriptie of een essay over dit onderwerp. We hebben best wel iets bijzonders hier op de campus, namelijk de Brabant Collectie. Het zit gewoon hier op de campus binnen de Universiteitsbibliotheek van Tilburg. En zij hebben ook een hele mooie collectie, een grote verzameling over het heden en verleden van Brabant. Allerlei boeken, tijdschriften, kranten, handschriften, tekeningen, kaarten, prenten en foto's. Dus ik zou zeker daar ook eens een kijkje nemen als je dit soort onderwerpen heel interessant vindt. En dan rest mij niks anders dan nogmaals te vragen om een groot applaus voor meneer Erik Jan Broers. Wacht even.
even voor die meneer. Je ziet hier ook de buitengalg. Deze is geloof ik van den Bosch. Dat de executie werd voltrokken in de stad, bij de binnengalg. En vervolgens werd de geëxecuteerde buiten opgehangen. Vlak voor de stadspoorten, of in de buurt van de stadspoorten. Zodat eventuele toeristen en reizigers die daar kwamen, konden zien van... hé, hier wordt de juridictie toegepast, de hoge juridictie toegepast. We kunnen hier beter netjes blijven, anders komen we aan de galg.